Ben ik een futurist? Absoluut. Op de wensen van klanten over een paar jaar proberen we nu al op in te spelen en ook strategische keuzes te maken om dat te bewerkstelligen. Wij zijn 18 jaar geleden begonnen, eind 2000, als netwerkconsultancybedrijf en hebben ons steeds meer gericht op veiligheid. Systemen worden steeds complexer en daardoor ook steeds kwetsbaarder. Er zijn steeds meer punten eigenlijk waar het mis kan gaan. De grootste bedreiging van vandaag is eigenlijk het feit dat bedrijven denken dat ze geen risico lopen. Zoals denk ik wel bekend, hè, vinden wij Europeanen identiteiten, maar ook vooral privacy erg belangrijk. En om die privacy te kunnen waarborgen, zijn er nu regels opgesteld waar bedrijven zich wettelijk aan moeten houden. Naast het naleven van de AVG worden we ook vaak ingeschakeld door ICT-bedrijven als het gaat om ISO-certificeringen. Hier komt ook een stuk veiligheid bij kijken. En hier worden we op technisch gebied ingezet om te kijken of men voldoet aan de beveiligingsnormen. Nou, met je digitale identiteit, die in heel Europa geldig is, kun je inloggen op elk loket, elk overheidsloket in heel Europa. We hebben echt in de loop der jaren echt een uniek team verzameld van mensen die ook bijna soms al 5 of 10 jaar bij ons werkzaam zijn. En die, waarbij je echt merkt dat ze passie voor hun werk hebben. En wij zoeken leveranciers en producten uit waarbij de kwaliteit hoog is en waar ook de klantservicegerichtheid op nummer 1 staat. Nou, zo'n partner hebben we echt gevonden in DigiCert. Daar werken we op alle fronten goed met elkaar om eigenlijk een zo goed mogelijk eindproduct te krijgen waarbij de klant steeds op 1 staat. Als je kijkt wat wij de afgelopen 20 jaar gedaan hebben en wat we de aankomende 20 jaar willen doen, weten we heel goed wat we willen en ook waar innovatie en waar techniek heen gaat.